Welkom bij een nieuwe aflevering van Let's Talk Supply Chain. Onze online serie waarin we vanuit onze studio in Antwerpen de laatste trends en innovaties, maar ook de grootste uitdagingen binnen supply chain en logistiek bespreken met onze gasten. Dit zijn stuk voor stuk experts die elk op hun eigen manier een leidende rol spelen in onze branche. Mijn gast van vandaag heeft in de afgelopen 25 jaar tal van functies bekleed bij verschillende bedrijven, voornamelijk binnen de dynamische sector van containerlogistiek. Strategisch leiderschap, commercie en organisatieontwikkeling zijn slechts enkele van zijn competenties die hij opgedaan heeft in zijn werk in heel veel verschillende internationale omgevingen. Welkom, Dirk van Homissen. Dankjewel, Mark. Bedankt dat je naar de studio wilde komen om dit gesprek vandaag te hebben. We gaan het over tal van onderwerpen hebben, waaronder digitalisering, connectiviteit binnen de logistiek, met name natuurlijk de aspecten vanuit jullie branche die daarin naar voren komen. Af en toe ga ik je vragen om bijvoorbeeld iets op te schrijven op ons groene bordje. Ja. Of om een aantal foto's of quotes die ik heb meegebracht van commentaar te voorzien. Maar voordat we van start gaan, zou je de kijker even kort mee willen nemen in wie jij bent en je achtergrond? Absoluut. Ik ben Dirk van Homissen. Logistics director van de logistieke divisie binnen de Gosselin Groep. Gosselin is een logistieke dienstverlener die een containerterminal bezit naast het Albertkanaal en ook een 450.000 vierkante meter aan opslagcapaciteit heeft. Heeft kantoren, hoofdzetel in Deurne naast het Albertkanaal, ook in West-Vlaanderen een kantoor, specifiek in Rumbeke. En ook een kantoor in Brucargo waar onze luchtvrachtdivisie zit. Gosselin focust voornamelijk op het aanbieden van oplossingen aan klanten via de infrastructuur dat we hebben, dus de terminal in de magazijnen, als ook op duurzaam transport. Het laatste aspect is voornamelijk, werken wij voornamelijk met het afhalen van cargo van de weg, om die via de waterweg eigenlijk om te leiden naar onze terminal. Ikzelf ben, zoals je net zei, 25 jaar werkzaam in de logistieke sector. Na mijn studies ben ik als management trainee bij Maersk begonnen. Binnen de Maersk Groep heb ik dan 20 jaar gewerkt voor verschillende brands in 7 verschillende landen. Na Maersk ben ik voor de Ahlers Groep gaan werken. En nu ben ik 2,5 jaar werkzaam bij de Gosselin Groep. Super, dankjewel. Ja, we gaan nog iets verder terug dan de 25 jaar, de afgelopen 25 jaar. Want wat we al het eerst van onze gast willen weten is of werken in of een baan in de supply chain of logistiek, of dat ook een kinderdroom was. Absoluut niet. Ik heb als kind nooit de ambitie gehad om in de logistieke sector terecht te komen. Ik denk dat ik zoals heel veel kinderen heel veel dromen had en elk jaar wel een verschillende ambitie. De ene keer wou ik superheld worden, dan voetballer, dan kok, dan architect. Dus als kind echt, logistiek kwam daar nooit bij te kijken. Nu, de trigger of de interesse is nadien absoluut wel gekomen en dan voornamelijk het internationale karakter. Ik woon zelf in het noorden van Antwerpen, daar ook opgegroeid. Dus de nabijheid van de haven van Antwerpen was er wel. De activiteiten die zich daar afspeelden, waren er wel. Maar pas tijdens mijn studies en zeker na mijn studies had ik een drang om naar het buitenland te gaan. Ik wou niet meer onder de kerktoren blijven. En daarom ben ik als management trainee bij Maersk begonnen. Omdat je toen na 2 jaar eigenlijk gegarandeerd uitgestuurd werd naar het buitenland. Het was niet dat je kon kiezen. Okay. Maersk zei van, wij denken dat jij naar daar moet. En dan kon je kiezen, ofwel deed je dat, ofwel deed je dat niet. En dan stopte het ook. Dus het internationale was voor mij absoluut de trigger. En nadien kwam dan ook wel de voldoening dat je eruit kan halen om bij te dragen bij Global Trade, zeker in de landen waar ik verbleven ben, in Tanzania, in Brazilië, dat je eigenlijk ook meewerkt aan de ontwikkeling van het land. Dus het feit dat daar een soort lichte, laten we het een lichte dwang noemen, achter zat, heeft uiteindelijk wel gebracht tot waar je vandaag de dag staat. Ja, absoluut. Qua ervaring. Absoluut. Ja, super. Wat we ook altijd willen weten is, in de carrière van onze gasten in dit geval, in de afgelopen 25 jaar, wat is nou de grootste ontwikkeling in onze branche geweest? En je zou het een aha-erlevenis kunnen noemen, die eigenlijk het beeld van logistiek voorgoed veranderd heeft.
Als ik terugkijk over de laatste 25 jaar, hetgeen wat ik denk dat de grootste gamechanger was, is eigenlijk heel de connectiviteit. En daarmee bedoel ik de hele opmars van internet. Dat heeft toch wel de manier van werken drastisch veranderd in de loop der jaren. De snelheid waarin we moeten werken, de eisen van de klanten die erbij gekomen zijn, die toch ook veranderd zijn. Dus die connectiviteit is absoluut voor mij wel een item waar ik denk, dit was een gamechanger. Daarnaast, misschien iets helemaal anders, waar ik mij de laatste tijd over verbaas, is eigenlijk heel het prijsmechanisme van vraag en aanbod en dan specifiek de zeevracht op het containertransport, waar je ziet dat tijdens de pandemie die tarieven eigenlijk meer dan vertienvoudigd zijn. Waar dat er op dat moment eigenlijk weinig discussie was over tarieven. Mensen of klanten die klaagden wel en die waren niet gelukkig met die exuberante tarieven. Maar dat werd wel betaald, dat werd wel aanvaard, omdat het belang toen eerder de supply chain was, de continuïteit van de supply chain. Terwijl dat we nu zijn in een situatie waar die prijzen eigenlijk lager liggen dan voor de pandemie en waar je merkt dat toch een deel van die klanten heel veel discussie voeren nu plotseling over $25, $50 verschil. Terwijl het jaar ervoor ze 10 maal zoveel betaalden en dat eigenlijk geen dealbreaker was. Vraag en aanbod. Ja. Het is interessant om te zien hoe een branche waarin de tarieven nooit de afgelopen decennia waarschijnlijk niet zo hard geschommeld hebben. En nu de afgelopen jaren ineens grote pieken en dalen kennen. Wat voor een enorme elasticiteit daar toch achter zit als je de condities verandert. Absoluut. Nu, prijzen hebben altijd natuurlijk geschommeld, zeker op bepaalde trades. Maar wat we de laatste 2 jaar gezien hebben, dat hebben we nog nooit gezien. Ja. Van het verleden naar de toekomst, vooruitkijkend. Wat zie je als de grootste uitdaging eigenlijk voor supply chain en logistiek, of misschien specifiek containerlogistiek, voor de komende 5 jaar? Ik denk dat er heel wat uitdagingen zijn. Als ik moet kijken, zo ook een beetje binnen de eigen winkel waar wij voor staan, denk ik zeker de digitalisering. We praten er al x aantal jaar over. Het is heel makkelijk uitgesproken, maar in de praktijk is het niet zo eenvoudig. Zeker als logistiek tussenpersoon. Je ziet het toch met verschillende partijen. Ik denk in onze sector mogen we niet vergeten dat dat een heel gefragmenteerde sector is. Mm-hmm. Dus er bestaan eigenlijk geen standaarden. Er zijn heel weinig aan standaarden. Er is absoluut ook nog een aversie, is misschien sterk uitgedrukt, maar toch een schrik over het delen van data. En dat is toch... Dat bemoeilijkt het hele digitaliseringsproces toch wel stevig. Ik denk, buiten die digitalisatie, en het is er een beetje mee gelinkt, zie je ook de laatste jaren een heel harde tendens in wat wij vereisen van onze medewerkers, de competentie dat zij moeten bezitten om eigenlijk te kunnen voldoen om aan onze noden van onze klanten te kunnen bedienen of te kunnen voldoen. Als ook om met die nieuwe technologieën te werken. Ik ga een concreet voorbeeld geven. Als je vroeger in het magazijn een magazinier had, die moest met een vorklift kunnen rijden. Vandaag de dag moet je een magazinier hebben die met een vorklift kan rijden, maar die ook al tech-savvy is, die ook met scanners kan werken, met een tablet kan werken, die ook het hele proces begrijpt wat daarachter ligt. Dus het is niet meer gewoon een chauffeur dat je nodig hebt. Je hebt eigenlijk iemand nodig die het businessproces kent en ook kan rijden. Ja, de relatie tussen mens en machine is natuurlijk al decennia lang een thema. Maar als je de machine opeens in een sneltreinvaart eigenlijk verandert of laat ontwikkelen, dan verandert die relatie natuurlijk ook. Absoluut. En als ik kijk binnen Gosselin, we hebben een heel grote variatie van activiteiten dat we doen. Met de terminal dat we hebben, met de magazijnen dat we hebben. Wij hebben stakkerschauffeurs. Ja, wij hebben chauffeurs die met 25 ton vorkliften rijden. Als je aan die mensen vraagt om effectief ook achter een computer te zitten en mee achter een computer mee te werken, dat is een heel ander gegeven. Dus die zijn niet zo dik gezaaid. De mensen die beide heel vlot kunnen doen. Dat is zeker een uitdaging. En misschien nog een laatste. Ja, mobiliteit.
Mobiliteit, we zitten in Antwerpen, rond Antwerpen. Hè. De werf van de eeuw is het nu. We zien Oosterweel. Nu, het is niet enkel Oosterweel, het is niet beperkt tot Antwerpen natuurlijk. Hè, want heel die mobiliteitsproblematiek gaat over heel België, zelfs groter in Europa. Maar het is absoluut ook iets waar dat sterker opkomt en waar we mee bezig moeten zijn. Binnen Gosselij proberen we daar aan bij te dragen om zoveel mogelijk trucks van de baan te halen. Om zoveel mogelijk cargo eigenlijk om te leiden via de waterweg naar onze terminal en van daar te werken. En dat wij kunnen dienen als hub, decentralisatiehub voor import of consolidatiehub voor export. Maar het is absoluut een groter en groter probleem aan het worden, heel die mobiliteitskwestie. Ja, ja, ik denk dat we daar allemaal in zekere mate mee te maken hebben. Los van het feit of we in de logistiek werkzaam zijn of niet. Ja, absoluut. Ik heb drie belangrijke thema's aan. Hè. Dus digitalisering, vraagstukken rondom mobiliteit en eigenlijk de veranderende competenties van ons als mensen, ons als werknemers, met name in interactie met die digitalisering. Dat is een heel mooi bruggetje naar de volgende vraag. Want waar zouden bedrijven dan specifiek in moeten investeren om die uitdaging het hoofd te kunnen bieden? Ja, nu, de logistieke sector is een redelijk conservatieve sector. Mm-hmm. Ik denk, is ook heel laat gestart of heel laat op die trein gesprongen van digitalisering. Waar nu wel volop een inhaalbeweging bezig is. Maar ik denk alle bedrijven moeten investeren in die technologie, in die technologische ontwikkelingen. Dat is hard nodig. Eén, om die digitalisering te kunnen ondersteunen. Twee, ook om repetitieve arbeid, zowel administratief als operationeel, eruit te kunnen halen. Dus die technische ondersteuning is en de investeringen die daarvoor nodig zijn zeker heel belangrijk. Langs de andere kant heb je ook het stukje waar ik net al naar verwees. Mensen, opleiding aan mensen, investeren in mensen. Ik denk het is een probleem binnen de ganse logistieke sector en het gaat heel ruim. Binnen de logistieke sector heb je natuurlijk heel veel verschillende soorten jobs. Je hebt magazijniers, je hebt business process leaders, je hebt commerciële mensen ook, customer service agents dat daartussen zit. Dus je hebt eigenlijk heel veel verschillende soorten functies. En die mensen moeten ook opgeleid worden. Ik denk, je vroeg me daarnet als kind, had je een droom om in de logistieke sector te komen? Ik hoop dat met vroegere interesse te wekken, dat de volgende gasten die je gaat krijgen misschien gaan zeggen van absoluut, ik heb die ambitie gehad, want als kind werd het mij uitgelegd, werd ik er door aangesproken. Het zou verfrissend zijn als inderdaad iemand, als we iemand hebben die ooit een keer ja op die vraag gaat beantwoorden. Maar het zegt ook wel iets natuurlijk over de algemene bekendheid en de misschien dat we toch vroeger moeten beginnen met het planten van het zaadje. Hoe de sector gepercipieerd wordt eigenlijk. Ja, absoluut. En de mensen die er eigenlijk in zitten, die zijn er dol op. Dus ik denk, Door het internationale karakter. Absoluut. Absoluut. Je gaf aan, wat doen we om ervoor te zorgen dat we de mens meekrijgen in deze hele transitie? Opleiden is één ding. Kun je daar een concreet voorbeeld van geven hoe dat bij Gosselijn Groep op dit moment werkt? Ja, we hebben binnen ons team absoluut. Het begint al bij het onboarden eigenlijk. Mensen die komen om ervoor te zorgen dat die correct geonboard worden, dat die een goede kijk krijgen over de activiteiten van het bedrijf zelf. Ook waar onze value proposition is naar de klanten toe, hoe de samenwerking met klanten verloopt, waar onze focus is. Dat is heel belangrijk, dat ze eigenlijk de bigger picture zien, dat helikopterzicht van waar passen wij in, waar maken wij het verschil. En daarnaast moet je natuurlijk ervoor zorgen dat je de mensen de tools geeft om zich daar ook in te kunnen ontwikkelen. Dus wij hebben ook een eigen eigenlijk opleidingsprogramma. Wij hebben iemand die verantwoordelijk is, ook binnen het HR-team, betreffende het ontwikkelen van onze belangrijkste assets, onze mensen. Ja. Super. Ik heb enkele quotes en uitspraken meegenomen waar ik in het begin al even naar refereerde. En er is eentje die eigenlijk in ieder gesprek wat we hebben zo'n beetje naar voren komt. En dat is: winst zal altijd voorgaan op het klimaat. Wat vind je daarvan?
winst maken is voor elk bedrijf natuurlijk belangrijk. Nu, ik denk dat we eigenlijk niet moeten zeggen het is winst of klimaat. Het is geen of verhaal, maar het is een verhaal. Het is combinatie. Winst en klimaat, wat belangrijk is. Natuurlijk, als je macro ziet, dan blijft klimaat duidelijk prioriteit hebben. Maar ik denk als je moet kijken winst klimaat binnen een bedrijf, moet je naar beide kijken. Ik denk binnen Goslijn ja, doen we dat ook. Hè. In ons vision is heel duidelijk ook waar we naar sustainable, innovative, moving en logistics services kijken. Het is trouwens de bedrijven die sustainability of duurzaamheid ook verweven in hun strategie. Uit vele studies blijkt dat deze bedrijven ja, eigenlijk meer succesvol zijn dan hun peers die dat niet doen. Komt dat? Dat heeft te maken op verschillende redenen. Een van de redenen is natuurlijk omdat mensen die voor zulke bedrijven werken ook gemotiveerder zijn en zich ja, meer aangesproken voelen om voor het bedrijf te werken. Het bedrijf wordt ook beter gezien financieel. Hè. Als je nu investeringen wilt doen of een investering loskrijgen of een lening wil loskrijgen van een bank, kijken ze toch altijd van oké, wat is eigenlijk, hoe ziet dat bedrijf, wat doen zij naar sustainability? Ik denk als je kijkt naar kosten, er worden nog wel wat subsidies gegeven ook voor bepaalde initiatieven. Bepaalde duurzame oplossingen op transport zijn duurder, bepaalde zijn goedkoper. Maar dan kan je kan als je het slim speelt ook inspelen op ja, bepaalde voordelen dat je kan uithalen. Dus dat maakt dat je kosten weer lager wordt. Ik denk als je de studies die ik gelezen heb van McKinsey, Accenture, eigenlijk zeggen dat een bedrijf dat het echt integreert in hun strategie tot 3,7 keer lucratiever is dan een bedrijf dat het totaal niet doet. Ja. Dus de conclusie is, duurzame investeringen lonen. Ik denk dat we geen keuze hebben. Hè? Als je ziet wat er rond ons gebeurt, is het de enige manier. Ik heb nog een stelling meegenomen. Producten kunnen gemakkelijk worden gekopieerd, maar een toeleveringsketen of een supply chain kan een echt concurrentievoordeel bieden. Ik ben er volledig van overtuigd dat het onder controle hebben van een toeleveringsketen absoluut meerwaarde biedt. Ik denk, als je je grondstoffen niet tot bij je productie krijgt, dan valt er niks te produceren. Als je je product niet in de winkelrekken krijgt, tot bij de man krijgt, valt er niks te verkopen. Dus je moet die hele supply chain absoluut onder controle hebben. We gaan het even omgooien en we mogen gaan fantaseren nu. Stel, er was een ministerie van supply chain management en uiteraard na een lange, intensieve sollicitatieprocedure ben je degene die minister van supply chain mag worden. Wat zou de grootste prioriteit dan zijn of moeten zijn? Buiten de kiezers bedenken, zou ik mij voornamelijk richten eigenlijk op de concurrentiesterkte of de concurrentiekracht van België te bewaken. En dan denk ik aan heel veel facetten. Eén, het hele wettelijke kader omtrent nachtwerk, dat toch heel belangrijk is voor het e-commerce gegeven, de logistiek in de e-commerce. Alles wat gerelateerd is ook met subsidies omtrent duurzaamheid, waterstof, waar je toch duidelijk een verschil ziet tussen de richting die België neemt en de richting die onze buurlanden nemen. Ik denk dat maakt het ook absoluut niet makkelijker. De grote landen hebben daar natuurlijk een groter voordeel als je in plaats van de stok de wortel gebruikt. Hoe groter het land, hoe dieper de zakken zijn. Iets anders wat absoluut zeker zo belangrijk is, en we zien toch duidelijk een tendens, dat er meer import is als export, dus dat die in balans eigenlijk groter wordt. Dat is absoluut ook een prioriteit, denk ik, waar dat we binnen logistiek of als minister van supply chain naar moeten kijken. Oké, super. We gaan het groene bordje erbij pakken. Voor onze kijkers inmiddels wel bekend. En we gaan dus iets concreter worden. Ik ga hem even overhandigen, alsjeblieft. Dank je.
Wat ik en wat denk ik ook de kijkers graag willen weten is de, wat op dit moment ongeveer de huidige prijs voor transport is van een container van China naar Antwerpen. Naar de camera laten zien. Ik ga misschien een klein beetje duiding geven. Graag, ja. Kom maar, ik zal hem wegzetten. Tarieven, zeevrachttarieven van containers. En dit is het tarief van een 40-foot container momenteel. Zeevrachttarieven hangen natuurlijk ook een beetje samen met welke commodities zijn er, wat voor soort goederen zijn er. Dus er zit wel wat variatie op. Maar als je kijkt waar we vandaag de dag zitten, ja, kom je aan tarieven die ja, onder het niveau liggen van voor de pandemie eigenlijk. Dus momenteel gemiddeld betaal je iets van een $1,500 voor een 40-foot container van Mainport China naar Antwerpen. Zoals ik er straks ook zei, ja... Enige tijd geleden was het 10 keer zoveel. Ik denk ja. De voorbeelden die wij gezien hebben, we hebben containers verscheept aan $20,000. Omdat de klant erop stond, op die bepaalde ceiling moet die container meegaan. En capaciteitsgewijs ja, was er weinig plaats, dus betaal je meer. Dit is eigenlijk een tarief dat ook veel te laag is. Ik denk een tarief van 15.000 is natuurlijk ook te gek. Dat is ook niet normaal, maar die tarief is ook niet goed. Is het gevolg van ondercapaciteit? Of overcapaciteit? Dit is het gevolg van overcapaciteit, absoluut. Je ziet duidelijk de vraag hè, is gezakt. Dus het aanbod niet direct. Hè. De rederijen hebben duidelijk meer ingezet, meer services, grotere schepen. Hè. Blijven maar groeien. Maar de vraag is heel duidelijk gezakt. De eerste helft van dit jaar zie je toch wel een slowdown in de hele economie. Zeker vanuit Azië. En Azië is nu helemaal de fabriek van de wereld. Ja. Alles komt daar vandaan. Dus dan merk je dat onmiddellijk een effect heeft op de tarieven daar. Vanaf dat die capaciteit terug wat vrijer wordt, ja, zijn die tarieven in dalende lijn gegaan eigenlijk. Wat is het gevolg daarvan dat het eigenlijk niet uit kan op dit moment? Dat het een... Het gevolg nu, ik verwacht dat dit nog even gaat duren. Die druk blijft, die capaciteit, die schepen zijn niet direct gevuld. Ondanks dat er nu wel signalen zijn dat China terug een beetje aantrekt, hè, omdat zij na de corona nu alles opengesteld hebben. Maar toch, de verwachting is dat die de komende maanden niet direct gaat verhogen. Integendeel, mogelijk gaat het nog een klein duwtje krijgen. Nu, dit is veel te laag, hè. Nogmaals. Denk tarieven waar iedereen van kan leven, rederijen en ook nog betaalbaar zijn voor de klant, die liggen op zijn minst dubbel zo hoog. Hè. Ja. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat het een impact heeft ook op consumenten. Kijk, we weten natuurlijk allemaal dat we zullen altijd spullen van A naar B moeten blijven verschepen. Dat zal nooit stoppen. Maar de import met name van goederen uit China... Wordt de drempel niet alleen maar lager om ja, wellicht toch wat lagere kwaliteit spullen in grotere getalen te gaan bestellen voor de consument? Of dat die drempel lager ligt, dat weet ik niet zo. Ik denk dat is een tendens natuurlijk die al heel lang is. Al de productie zit daar nu eenmaal. Ja. Het zit niet hier. We hebben jaren geleden gezien dat het veel goedkoper kan in China gemaakt worden dan in Europa. Bepaalde activiteiten willen we hier ook niet doen. Dus ik denk, is het een kwestie van de drempel lager leggen? Niet noodzakelijk. Ik denk, het is een kwestie van ja, vraag en aanbod. Maar ik vrees dat, ja, dat dit niet al te positief is voor niemand. Nee, dus een duurzame logistieke sector is gebaat bij ook eerlijke tarieven. Absoluut. Ja, okay. We vragen onze gasten ook altijd naar het buzzword wat ze te vaak gehoord hebben, misschien snel een opkomst is geweest en ook weer net zo snel verdwenen is. Wat is nu, als we terugkijken naar de afgelopen pak een beetje 10 jaar, het grootste buzzword dat je bent tegengekomen?
Ik ga geen 10 jaar teruggaan. Ik denk wat je de afgelopen periode heel vaak gehoord hebt, en dan voornamelijk begonnen tijdens de pandemie, is het woord nearshoring. Om heel die productie, waar we het er net over gehad hebben, om die terug te halen eigenlijk dichterbij waar de consument zit. In dit geval terug dichter in Europa of in België te halen. En dat werd voorgesteld als de oplossing van heel het probleem. Dat gaat heel de disruptie die er toch wel jaren geweest is oplossen. Maar in de praktijk zie je daar natuurlijk heel weinig van. Het is ook niet echt mogelijk. Voor sommige producten is dat geen probleem. Je hebt bepaalde textielen in plaats van in China te produceren, dat die in Portugal geproduceerd worden. Dus dan heb je natuurlijk een nearshoring. Maar in de bigger picture wordt er eigenlijk niet veel teruggebracht. Het is ook niet, praktisch niet mogelijk. We hebben hier die infrastructuur ook niet om dat te doen. Dus we hebben de mensen niet om het te doen, we hebben de infrastructuur niet om te doen. Logistiek is het ook al praktisch onmogelijk om het hier allemaal te zetten. Dus ik vond dat een woord dat heel veel gebruikt is, maar eigenlijk redelijk hol was. Daarentegen, wat je nu recent hoort, friendshoring. Dus dat om producten af te nemen van eigenlijk staten, landen of locaties. Bevriende naties. Ja. Van bevriende naties, inderdaad. Daar zie je al wel meer tractie op. En dat is dan voornamelijk natuurlijk dat je ziet in Amerika. Die zijn daar heel actief in. Waar dat zij hun productie toch wel verzetten. En eigenlijk verzetten eigenlijk weg uit China betekent dat. Dus voornamelijk ook nog andere Zuid-Aziatische landen. Ja, gedreven door allerhande geopolitieke effecten. Ja, absoluut. Goed, ik heb ook een paar foto's meegenomen met daarin een aantal innovaties waarvan wij denken van dat die een belangrijke rol kunnen spelen binnen supply chain in de komende jaren. Vraag is om er 2 uit te zoeken en die van wat commentaar of een visie erop te voorzien. Moet ik de foto laten zien? Ja, graag. Empty shelves, dus lege winkelrekken. Ik denk dat dit wel een hele mooie is. Vertel. 3 jaar geleden hebben we dat voor het eerst meegemaakt. Althans, ik heb dat voor het eerst meegemaakt. Start van de pandemie. Waar dat we zagen dat mensen supermarkten bestormden, hamstergedrag. En het beperkte zich niet alleen tot toiletpapier. Toiletpapier was een hot item volgens mij. Toiletpapier was absoluut een hot item. Maar eigenlijk alle producten werden plotseling schaars. En dit heeft absoluut een grote impact. Die toont nog maar eens het belang om je toeleveringsketen onder controle te hebben. Het belang dat logistiek heeft in alles eigenlijk rondom ons. Hier vind ik het een mooi voorbeeld van waar er waarde kan gecreëerd worden via logistiek. Ja. En wat er kan gebeuren als er opeens... En wat er kan gebeuren als er iets misgaat, absoluut. Ik zal hem prominent voorop zetten. Misschien iets een andere die ik eruit wil kiezen. Transport of logistieke samenwerking. Gezien de supply chains toch maar groter worden, complexer worden, is dit ook meer en meer relevant. Ik denk zelf, in Goslijn waar ik nu zit, is dit ook absoluut iets waar dat wij rekening mee houden. Wij moeten niet per se alles in eigen regie doen. Ik denk, met die complexiteit dat is, moet je durven zeggen van wij gaan in collaboraties gaan. Wij gaan kijken om samen te werken met specialisten op bepaalde gebieden. En zodanig dat je eigenlijk een oplossing kan aanbieden naar je klanten toe, die beter gepast is dan dat je alles in eigen regie zou doen. Ik denk ook naar duurzaamheid. Een hele belangrijke. Als we daar verder in willen gaan, is het toch ook wel heel belangrijk dat bedrijven durven samenwerken. Soms zelfs met concurrenten. Om toch die schaalgrootte te creëren.
om dan ja, de megaproblemen eigenlijk te kunnen of beter te kunnen aanpakken. Ja. We zetten hem erbij. Dankjewel. Alle innovaties die we daar, die we hier besproken hebben en die we tijdens het gesprek besproken hebben, zijn denk ik altijd allemaal interessant om verder over door te praten. Als je nou iemand mag kiezen, mag iemand zijn, een willekeurig persoon vanaf de hele wereld, om een gesprek te hebben over supply chain, misschien zelfs specifiek over de containerlogistiek. Wie zou dat dan zijn en waarom? Als ik mag kiezen, kies ik er gelijk twee. Ik denk dat het heel interessant moet zijn om eens met Elon Musk of met Jeff Bezos rond de tafel te zitten. Beide toch wel gekend voor hun revolutionaire aanpak, de disruptie dat zij veroorzaken. Als je kijkt naar Elon Musk, die in de supply chain eigenlijk heel ver denkt naar een verticale integratie. En als je dan kijkt naar Jeff Bezos, Amazon, die ja, toch een revolutie op gang hebben gebracht van ja, hoe product naar de klant te brengen. Heel het e-commerce gegeven is toch absoluut getriggerd door ja, wat hij geïnitieerd heeft. Hetgeen dat mij misschien het meest aanspreekt van waarom ik deze personen kies, is omdat zij in oplossingen denken en niet in problemen. Daarmee bedoel ik, zij kijken naar de 2-3 redenen waarom iets wel te doen en hoe te doen, in plaats van de 100 of 1000 redenen waarom dat we het niet zouden moeten doen. En dat lijkt mij ja, heel interessant om de problemen die wij hier hebben, of de uitdagingen dat wij hier kennen, om die verder ook eens met u te bespreken. Ja, ja. Dirk, mocht zo'n gesprek ooit plaatsvinden, dan sluit ik graag aan. ik weet ook dat zeker dat wij samen ook nog uren kunnen praten over alles wat met ons vakgebied te maken heeft. Maar de tijd zit er inmiddels alweer op. De laatste vraag die we altijd stellen, of eigenlijk meer een verzoek is: heb je een advies voor de nieuwe generatie, de studenten van vandaag, de toekomstige supply chain managers, zou je kunnen zeggen? Wat zou je advies zijn naar hen toe? Advies? Ik denk, als ik kijk binnen de logistieke sector, is er eigenlijk maar één constante. En dat is verandering. Dus als ik advies zou moeten geven aan de nieuwe generatie, dan zou ik zeggen, bereid je daarop voor, op die constante verandering. En omarm het. Ga niet tegen de stroom in daardoor, omarm die verandering. Ik vond het enorm interessant. Dank nogmaals voor het komen naar de studio. En graag tot de volgende keer. Ja, bedankt, Mark. Dankjewel.